woont al 50 jaar in Delft. Aan deze plek heeft hij hele bijzondere herinneringen. Het is dubbel bijzonder. Sowieso vanwege die expositie natuurlijk. Want dat is echt niet normaal. Maar ik heb in 1970, toen ik in Delft kwam wonen, heb ik vlakbij gewoond. Gelijk na dat grijze gebouw op nummer 11. Snijders begint in Delft met studeren. Weg en waterbouw. Je zou denken muziek, maar ik kreeg geen beurt. En toen zei de vader van mijn toenmalige vriendin van, nou, doe weg en waterbouw in Delft, dan kan je later altijd door met de muziek. Een jaar voor zijn afstuderen stopt Ronald met zijn studie. Vond ik echt dat dit het moest worden, wat er ook gebeurt. Ik heb dus veel platen gemaakt en cd's, singles, ik heb ook boeken geschreven. En ik heb ook kinderliedjes gemaakt die heel veel zijn gebruikt. Vanaf à la pressie, commissie d'abotrie. Hij heeft concerten gegeven over de hele wereld. Hier was ik in Havana, wat ik al zeg. Hier in Suriname. Dus allerlei plekken waar ik heb opgetreden. In één lange wand bij elkaar. Zeker ruim 25 meter. Dat is toch wel een hele eer. De coronacrisis heeft de muziekwereld hard geraakt. Dat alles voor muzikanten in één keer is weggevallen. En niet alleen voor muzikanten, maar voor de mensen waarvoor die muziek wordt gespeeld. Het verbindt mensen op een hele effectieve manier. En dat is weggevallen ook. Ronald is nog lang niet uitgespeeld. Ja, life begins at 70. En dat bedoel ik van, het gaat altijd door. Er zijn altijd nieuwe uitdagingen. Dit gaat, bij wijze van spreken, mee mijn graf in.